College 1: De jonge Wittgenstein en zijn tractatus. Hoofdstuk 1: Inleiding. Nou, is mijn taak in mijn ogen veel moeilijker dan die van Leo want Wittgenstein's vroege schriften en ik heb het dan met name over de zogenaamde Tractatus Logico-Philosophicus van Wittgenstein. Die vroege schriften zijn buitengewoon moeilijk te lezen en buitengewoon moeilijk te begrijpen. Volgens Wittgenstein zelf had geen van zijn filosofische collega's en daar zaten genieën bij zoals Bertrand Russell daar vertel ik nog over, geen van zijn filosofische collega's hadden begrepen wat hij nou eigenlijk precies in detail schreef in deze tractatus. Dus als ik u iets ga vertellen waarvan u denkt: ik begrijp het niet helemaal, dan ligt dat niet aan u. Dan ligt het aan de buitengewoon moeilijkheid van deze materie. En dit zeg ik natuurlijk om mijzelf ook vast van tevoren te excuseren. Nou, laat ik die Duitse motto's meteen maar eens even gaan uitspreken. U ziet dat ik twee motto's van Wittgenstein heb opgenomen. Ja, eigenlijk om u een gevoel te geven voor het soort teksten wat Wittgenstein schreef. Want een van de redenen dat Wittgenstein zo moeilijk te lezen is, is dat hij geen, ja, gewoon essay schrijft waarin hij keurig uitlegt wat hij bedoelt, enzovoort, enzovoort. Nee, hij schreef korte aforismen waarvan de structuur en de logische samenhang door de lezer zelf gereconstrueerd moest worden. En de Tractatus, dat is het boek waar ik het voornamelijk over zal hebben, bestaat uit zeven hoofdstellingen. Dus die zijn ook vaak één zin lang. En elke hoofdstelling wordt dan weer toegelicht door bijvoorbeeld. Stelling 1 wordt toegelicht door 1.2. En als hij dan stelling 1.2 wil toelichten, dan gaat hij 1.2.1 doen, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk is er een heel systeem van alles bij elkaar zes cijfertjes, waaruit je kunt afleiden welke stelling bedoeld is als toelichting bij welke andere stelling. Nou, ik ga dat allemaal niet uit de doeken doen, natuurlijk, want het is een ingewikkeld manuscript. Maar ik begin maar eens met een citaat. En dat is: TLP staat voor Tractatus Logico Philosophicus. Dat is dus dat eerste grote boek van Wittgenstein. En dat is tractatus 6.52. Dus dat is een toelichting op 6.5. 6.52. Daar zegt Wittgenstein het volgende. En dat is even om u een beetje gevoel te geven voor de literaire kwaliteit van deze teksten. We voelen dat zelfs wanneer alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zijn, onze levensproblemen nog gar niet beruurd zijn. Dus, ik vertaal even, we voelen dat zelfs als alle mogelijke wetenschappelijke vragen beantwoord zijn, de problemen van ons leven nog niet zijn aangeroerd. Freilich blijft dan even geen vraag meer. En even dies is die antwoord. Wittgenstein zegt, ja, dan is er ook geen vraag meer over en dat is precies het antwoord. Nou, dit is mysterieus wat hij hier zegt, dus ik ga natuurlijk toelichten wat dit allemaal betekent in dit korte verhaaltje wat ik ga houden. Dit is één. Citaatje waar ik mee wilde beginnen als motto. Het tweede citaatje als motto. Die leuzung des probleems des levens merkt man aan verschwinden dieses probleems. Ik hoop dat dit ook een beetje met uw levenservaringen overeenkomt. Hè? Dus als je een theoretische oplossing voor een levensprobleem verzint, dan is het meestal helemaal niet opgelost. Ik zal nog toelichten dat Wittgenstein, ik zal dadelijk iets zeggen over zijn familie, maar Wittgenstein leed nog alles aan depressies. Ja, hoe los je depressies op? Nou, je kunt erover praten tot je gek wordt. Maar het is pas opgelost als ze verdwenen zijn. Ik denk dat hij hier heel duidelijk uit eigen ervaring spreekt. Een depressie is pas opgelost als hij weg is. Dit zijn mijn motto's voor dit kleine college. En bij de inleiding wou ik even de werkverdeling met Leo toelichten. De bedoeling van deze colleges is dat wij filosofen bespreken. die tegelijkertijd muzikaal zeer begaafd zijn. Want anders zou Leo ze natuurlijk oninteressant vinden. Maar de bedoeling is dat de muzikologische of muzikale kant van deze mensen wordt toegelicht door Leo. Ik heb daar totaal geen verstand van. Wittgenstein heeft ooit iets geschreven, iets muzikaals. Die drie maten, die krijgen we dadelijk te horen. Maar ik heb ze wel eens beluisterd, maar zo lang geleden kan ze niet meer zingen bij wijze van spreken. Dus de muzikale kant wordt door Leo geheel besproken en de filosofische kant is mijn taak. We zochten in deze college reeks naar geniale filosofen die tegelijkertijd ook nog Muzikaal geniaal waren. Ik heb een kernthese over Wittgenstein, die ik ga verdedigen. En die kernthese is dat Wittgenstein de grootste wijsgeerige revolutionair was van de 20 e eeuw. Ja, daar kun je natuurlijk enorm over strijden onder filosofen. Wie waren nou eigenlijk de belangrijkste filosofische revolutionairen? Was het Quine bijvoorbeeld? Of nou ja, er zijn allerlei mogelijkheden. Maar mijn these is. En ik ben niet de enige die dat trouwens verdedigt. Wittgenstein is de grootste revolutionair in de filosofie van de 20e eeuw. Hij stierf natuurlijk in 1951, dus zeg maar eerste helft van de 20e eeuw. Maar zijn grote tweede boek werd pas na zijn dood gepubliceerd in 1953. Waarom is dat zo dat hij die grootste revolutionair was? Omdat hij twee filosofische revoluties voltrok. Twee keer heeft hij het hele vakgebied opnieuw gedefinieerd. En dan hebben we het niet zozeer over de ethiek of over de logica. Nou ja, logica komt daar sprake. Maar we hebben het voornamelijk over de centrale filosofische traditie. vanaf Aristoteles via Kant en via een heleboel andere denkers die doorloopt naar de 20ste eeuw. En ik zal, om dat duidelijk te maken, iets vertellen over de filosofie van Kant. om te laten zien. Hoe revolutionair Wittgenstein eigenlijk was. Dus de grootste revolutionair, omdat Wittgenstein tweemaal met zijn belangrijkste boeken een filosofische revolutie voltrok. De eerste revolutie werd gepubliceerd in de Tractatus Logico-Philosophicus. Trouwens, was dat niet Wittgensteins eigen titel voor het boek, Is verzonnen door G. Moore, deze titel. 1921 uiteindelijk verschenen na een aantal publicatiepogingen die mislukten. Er zit een hele tragische geschiedenis achter, maar daar zal ik niet over uitweiden. In die twee revoluties van Wittgenstein, dus zowel de Tractatus als de Filosofische Onderzoekingen, daar zit een zekere continuïteit in. Hij vond in beide revoluties dat logische taalanalyse de kern was van de filosofie. En waarom hij dat dacht, dat zal duidelijk worden als we Wittgenstein en Kant vergelijken.